Goedemorgen, het is met Willy van Gent Bike Service. Je had een afspraak gemaakt voor de bakfiets, ga staan. Ja, inderdaad. Mijn stijl van achter om de hoek. Ja. Maar het is vooral een keer naar de versnelling, want hij trapt toe op een van zijn versnellingen. En ook de remmen, als je dat kunt. Ah ja, en er zit zo'n, ken je die magnetische lichtjes? Ja, de relights. Die relights, en dat doet het niet meer. Die doet het meer. En ik zal die nazien, ik heb die wel niet mee, maar kan hij het weer opstellen. Maar ik hoop dat je het goed kunt herstellen. Ja. Het is goed, ik kan erachter. Als je geen storing hebt op het gebied van ondersteuning? Jawel, af en toe wel. Dus als je dat kunt, als je dat kunt, dan moet je dat krijgen. Want tegenwoordig doet hij wel af en toe wat aardig. Ja. En dat heeft vooral te maken, denk ik, met twee dingen als je het goed hebt. Hè. Ja, in hoeverre ik dat vast sta. Maar... De batterij gaat er elke dag af, dus kom in de warmte, dus dat is al niet. Willy, je hebt daar juist een toertje gereden. Wat mankeert er specifiek aan die fiets? Inderdaad, de versnellingen, die trappen door, wat de klant zegt. De remmen, die nemen niet meer zo goed, dus die moeten nagekeken worden. Eventueel de remblokjes vervangen of zelfs de remleiding een klein beetje de druk opvoeren. En dan nog even kijken ook naar de ondersteuning, dus naar de batterij, slecht contact. En dan ook nog eventueel naar de lichten. Dus die werkt met real lights. Dus op magneten die in het wiel gemonteerd zijn. Dus even nakijken. Dus zeker voor de veiligheid. Ziet dus ook een bakfiets. Dus kinderen worden vervoerd naar school. Het is nogal s'morgens donker en s'avonds nogal vroeg donker soms. Dus vandaar. Willy van de Moord waren daar eigenlijk op stap aan het gaan voor de panage, maar ik zie dat er hier ook gewerkt wordt eigenlijk. Hè. Ondertussen, deze band wil ook zijn fiets terug. Dus we gaan die in orde maken, zodat we dan morgen ook kunnen naar huis. Willy, ik zie dat het eigenlijk allemaal een beetje uit de hand gelopen hobby is, maar wat deed je eigenlijk beroepshalve vroeger? Ik ben eigenlijk begonnen in een internationale onderneming. Ik heb daar 35 jaar gewerkt. Maar ik wil eigenlijk voor de laatste jaren van mijn loopbaan nog iets anders doen. Maar de fietswinkel is eigenlijk ook al boven in het appartement. Een beetje nostalgie dat je eigenlijk hier allemaal hebt. Ja, dat is eigenlijk voor bepaalde klanten soms te ontvangen. Dus omdat ik ook zelf fietsen monteer op vraag van. Dus ook meer en meer voor de industrie dat ik fietsen monteer. En dan inderdaad, is altijd leuk van inderdaad een kader in je privésfeer te komen. Inderdaad. Ik heb geen schilderij, maar dus alles van fietsen aan de muur. Dit is een oude fiets van mijn broer. Er hangt ook een heel speciale fiets aan de muur. Die is ook van een bekende wielrenner geweest. Inderdaad. Dit is, laten we zeggen, mijn favoriet geweest destijds. Als klein was. Roger de Vlaming.